landen voor topoverleg met buitenlandse collega's over de overeenkomsten van het neerhalen van MH17 en het Iraanse toestel. Ja, minister Blok, dat was vandaag natuurlijk een bijeenkomst dus in Londen. Wat is daar gebeurd? Wat hebben jullie besproken? We zijn natuurlijk begonnen met het herdenken van de slachtoffers. Want ik denk dat iedereen in Nederland nog weet waar die was en wat die deed toen hij het nieuws hoorde van het neerschieten van MH17. Dat komt ongelooflijk binnen. En dat is dus in deze landen die vandaag bij elkaar waren ook het geval. En wat we dus met elkaar besproken hebben is wat je nu kan doen voor de slachtoffers. En de nabestaanden die verkeren nu natuurlijk nog volkomen in shock. Het is net gebeurd en daarna volgen allerlei fases die praktische dingen met zich meebrengen. Maar de Canadese minister met wie ik van tevoren afgebroken uitgebreid sprak, vertelde bijvoorbeeld dat hij ontmoeting had met de nabestaanden. Dat was een meisje van 19, studenten, had net allebei haar ouders verloren. De wereld van het meisje is ingestort. En er zijn ook hele praktische vragen. Allereerst, hoe krijg ik de lichaam van mijn ouders terug voor een goede begrafenis? Maar ook een meisje van 19 dat studeert, heeft geld nodig. Nou, dat zijn emotionele onderwerpen, dat zijn praktische onderwerpen. Dat is het allereerste wat moet gebeuren. Daar hebben wij natuurlijk ervaring mee. Die kunnen we gelukkig delen. En daarna de lange en ingewikkelde juridische en diplomatieke trajecten. Voordat we het daarover gaan hebben, wat doet dat met u als mens? Als u nu weer dat soort gesprekken heeft en waarschijnlijk dus weer ook weer roept dat bij u ook weer herinneringen op aan die tijd met MH17? Natuurlijk. Ik heb als minister ook regelmatig gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de nabestaanden in Nederland. En dat motiveert mij en de collega's iedere keer om door te gaan. We zijn nu al meer dan 5 jaar bezig om Rusland zover te krijgen dat ze hun aansprakelijkheid herkennen en hun verantwoordelijkheid nemen. En dat contact met die nabestaanden is ook een van de adviezen die ik gegeven heb aan Canada en de andere landen. Heel goed dat jullie daar nu meteen mee begonnen zijn, maar onderhoud dat, want de mensen zullen dat nodig hebben. Ze zullen met vragen, met boosheid, met zorgen blijven komen. En de eerste taak die je als overheid hebt, is daar goed mee om te gaan. Dat lijkt me duidelijk. Dat is denk ik ook een goed advies waar u ze bij kunt helpen. Maar als we dan verder kijken na het contact met de nabestaanden, dus de praktische afwisseling, boven water krijgen wat er precies gebeurd is. In hoeverre is dit dossier dan vergelijkbaar met MH17, wat wij in Nederland hebben meegemaakt? Ja, iedereen ziet de overeenkomsten natuurlijk. Ja. Maar lijkt me ook dat er ook veel verschillen zijn. Ja, een heel belangrijke overeenkomst is natuurlijk de heel ingewikkelde internationale situatie. Dit is onderdeel van een heel ingewikkeld conflict. En dus ook heel moeilijke verhoudingen tussen landen. Dus het goede nieuws is dat Iran zijn aansprakelijkheid heeft erkend. Maar het wordt nu heel spannend of die aansprakelijkheid ook gevolgd wordt door een echte rechtsgang. Wordt er niet alleen gewezen naar een soldaat ergens laag in de hiërarchie die op een knop heeft gedrukt, maar ook naar de verantwoordelijke hoger die, neem ik aan, wisten dat de luchtverdediging aangezet werd en er ook burgerluchtvaart nog steeds. Is dat element vandaag al ter sprake gekomen? Dus eigenlijk de schuldvraag en wat kunnen die andere landen wellicht van Nederland en van nu leren als het gaat om hoe keren we die onderste steen boven? Zeker. Nederland verkeert in de situatie dat Rusland die verantwoordelijkheid ontkent. Ja. En er dus een aantal juridische trajecten lopen om die verantwoordelijkheid aan te tonen. Zijn wij dan als Nederland de aangewezen persoon om andere landen van advies te voorzien? Terwijl wij zelf eigenlijk ontzettend worstelen met onze eigen MH17-casus. Wij zijn gevraagd om dit advies te geven. Natuurlijk hebben we direct toen we dit nieuws hoorden, zowel premier Rutte als ikzelf, onze collega's, onze condolences aangeboden. En natuurlijk aangegeven, als jullie dat willen, staan wij klaar. Ja. En met name Canada heeft direct vanaf dat moment hun specialisten contact op laten nemen met de onze. Dus de afgelopen dagen is er al heel veel gebeurd. En kwam ook begin deze week die vraag of ik ook naar deze bijeenkomst in Londen wil gaan. En wij zijn beschikbaar zolang zij dat vragen. Ja,
En kunnen wij als Nederland ook nog wat leren van deze nieuwe casus? Zou je kunnen voorstellen dat door wat hier is gebeurd wij wellicht tot nieuwe inzichten komen rondom MH17? Wellicht in de politieke sfeer? Wat? Want Iran heeft bekend. En daar is een proces aan vooraf gegaan. Wat wellicht kan inspireren om die Russen nou eindelijk zover te krijgen. Zeker. Wat je direct na de ramp in Iran zag, was dat verschillende landen aangaven: wij hebben informatie dat er een raket is afgevuurd. Overigens heeft Nederland die informatie toen ook heel snel gegeven. Ja. Daarmee zag je dus dat een breed front aan landen liet blijken: Iran, wij weten dat jullie een raket hebben afgevuurd. De parallel zit hierin dat Nederland vanaf de ramp steeds een heel brede coalitie heeft georganiseerd om ons te steunen in acties tegen Rusland. Want Nederland alleen zou door Rusland makkelijk aan de kant geveegd kunnen worden. Ja. We hebben voortdurend die steun nodig, want hoe langer geleden die ramp is, hoe meer het voor de hand ligt voor andere landen. Natuurlijk om te zeggen, als Nederland geen druk blijft uitoefenen, dan laten wij het ook zitten. Ja. Dus dit was niet alleen een gelegenheid voor ons om onze ervaringen te delen met deze landen, maar was ook een gelegenheid voor mij om nog een keer tegen het land te zeggen: dank voor de steun die jullie ons steeds geboden hebben, maar we zullen je nog nodig hebben. Ja, en schieten wij er dus dan ook iets mee op in die zin dat u daar bent vandaag? Wij als Nederland? Nou, ik in de zin van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, dat we daarmee laten zien dat wij die helaas verschrikkelijke ervaringen willen delen, maar dus ook een beroep doen op hun steun. Nu zij ook zien hoe belangrijk het is om die internationale steun te hebben. Gelooft u dat Rusland ooit zal bekennen, erkennen dat zij betrokken zijn geweest bij het neerschieten van de MH17? Nou, niet uit zichzelf. En daardoor is die voortdurende druk nodig. Ik merk natuurlijk dat ze het heel ongemakkelijk vinden. Dat wij hier voortdurend op blijven wijzen. Dat als we bijvoorbeeld een belangrijke internationale bijeenkomst hebben, dat wij vragen, zet in de conclusies ook dat de vervolging van de daders van de MH17 plaats moet vinden. Dus zij willen er vanaf. En onze boodschap is natuurlijk, erken dan uw schuld, zorg voor genoegdoening. Dus automatisch gaat het niet. Ik heb ook geen garanties, ik weet ook niet wanneer. Maar ik heb wel de garantie, als ik niet door blijf gaan, dan gebeurt er niks. En dat kunnen we niet accepteren. Hoe zit dat dan eigenlijk praktisch? Want ik neem aan dat u op verschillende bijeenkomsten ook uw Russische collega's dan treft. Hebben jullie het, is dat dan iets wat u elke keer weer aankaart tijdens zo'n gesprek? Of hoe waren ze er vandaag? Nee, er waren vandaag geen Russische vertegenwoordigers. Inderdaad, ik heb een heel aantal keren de Russische minister Lavrov gesproken. Ik ben helemaal aan het begin van mijn ministerschap daar uitgebreid op bezoek geweest. En je komt elkaar natuurlijk tegen bij allerlei internationale conferenties. En dan spreek ik hem daarop aan. Dat is inderdaad de situatie waarin je merkt hoe ongelooflijk ongemakkelijk ze dat vinden. Maar toch, we blijven doen. Ik wil nog even naar de rol van de aanslag op de liquidatie van meneer Soleimani in het geheel. Dat was natuurlijk ergens toch een beetje de aanleiding. Of niet? Vindt u van niet? Ik gaf wel aan, de overeenkomst met het neerschieten van de MH17 is dat het gebeurt in een context van een groot conflict. Ja. MH17 was ook luchtverdediging die aanstond bij een conflictgebied. Ja. Dat is hier ook zo. Ja. Maar je kunt niet zeggen dat door het doden van Soleimani dit vliegtuig neergeschoten de generaal, moest worden. De generaal die zijn verklaring deed, zei wel: wij staan onder hoogspanning naar aanleiding van die aanslag, van die liquidatie. En dit kon eigenlijk, het is eigenlijk een schakeltje dat in gang is gezet. Ja, dat is natuurlijk, dat was een Iraans verklaring, dat is natuurlijk wel straatje schoonvegen. Ja. Want de rol van Donald Trump, als je het eigenlijk vanuit Trump bekijkt, dan heeft hij die man geliquideerd. Wat je nu ziet, is dat die aanslag die onder een soort van hoogspanning is geweest, dat vliegtuig neergehaald, wordt eigenlijk in eigen land nu door de eigen bevolking als een grote misdaad gezien. Dus hij slaat eigenlijk een dubbelslag. Hij en schakelt iemand uit die vijand van Amerika is, en hij zorgt ervoor dat de bevolking van Iran zich keert tegen het vijandige bewind. Het is natuurlijk niet zo dat president Trump is een meesterzet, zou je kunnen zeggen. Amerikanen voorzien hadden dat toen de aanslag op Soleimani gepleegd werd, daar in het vervolg deze ramp met een burgervliegtuig zou gebeuren. Nee, ik zeg niet dat hij zo bedoeld heeft, maar het komt best aardig uit zo.
Nou, dat vind ik een heel cynische redenering. Het feit is wel dat de Iraanse bevolking, die natuurlijk zelf getroffen is, het overgrote deel van de mensen in dat vliegtuig had een dubbele nationaliteit. Dus niet alleen in Canada en Zweden en Oekraïne zijn heel veel treurende families. In Iran zelf zijn het meeste treurende families. Ja. Is dat ook de reden waarom de Iraniërs uiteindelijk, ze hebben even getwijfeld, 2 dagen een beetje eromheen gedraaid, wel hebben toegegeven, omdat er hun eigen mensen in dat vliegtuig zaten? Ongetwijfeld, want die hebben natuurlijk ook die vraag, hoe kan het zijn dat je als militaire leiding weet, nu staat de luchtverdediging aan, vlak naast een burgervliegveld, en we grijpen niet in de burgerluchtvaart. Die kennis is daar aanwezig. En dat is wel een hele interessante vraag natuurlijk, die ook waarin u al zei, waar u ook overeenkomsten ziet met wat er zo vreselijk is misgegaan met MH17, dat er dus boven oorlogsgebied gevlogen is en dat het luchtruim dus niet is afgezet. Dus dat daar gewoon nog vliegtuigen overheen konden vliegen. Nu zijn er ook nabestaanden van MH17 geweest in de krant die zeggen van, nou, ik weet niet of we hier nou met z'n allen zoveel van hebben geleerd als dit dus opnieuw is gebeurd. Wat vindt u? Ik heb alle begrip dat de nabestaanden van MH17, punt 1, voelen de wond gaat weer open. En punt 2, stellen ja. En nu weer boven een oorlogsgebied noodloos een burgervliegtuig neergeschoten. Na de ramp heeft Nederland ook aangedrongen op betere internationale afspraken. In Nederland hebben we een systeem van overleg tussen de overheid en de luchtvaartmaatschappijen. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als dat internationaal plaats zou vinden. Dus overigens heel ingewikkeld. Hè. Je moet je toch helaas afvragen of ook als zo'n systeem was, de Iraanse overheid zou melden, wij hebben de luchtverdediging aangezet. Als de situatie onrustig is, dan kun je toch van tevoren zeggen, de situatie is daar onrustig, het loopt uit de hand, dus we doen uit voorzorg, doen we het luchtruim dicht. Of zo simpel is dat dan niet? Ik vind dat we naar betere afspraken moeten. Simpel is het absoluut niet, want het deel van de wereld waar het onrustig is vrees ik heel erg groot. Dus je hebt echt wel specifieke informatie nodig. Wat voor luchtverdediging is er? Hoe hoog kan die schieten? Staat die aan? Dus daar heb je heel veel informatie voor nodig. Als landen dat zelf niet willen geven, en dat zullen ze vaak niet willen geven, heb je spionagesatellieten, andere informatie nodig. Dus het is heel ingewikkeld, maar het heeft geen zin om te blijven hangen in hoe ingewikkeld is het. We moeten door blijven gaan met Nederlandse inzet. Laten we nou in ieder geval zoveel mogelijk internationale afspraken maken over hoe om te gaan met onveiligheid in het luchtruim. En u blijft ook de Canadezen adviseren in... Zolang als dat nodig is, zullen wij dat blijven. Okay. Ja. Dank. Dank u wel. Nog altijd leven meer dan 300.000 Nederlandse kinderen in armoede.